Goed, ik ga nu beginnen met inloggen op de website. Hiervoor geef ik mijn gebruikersnaam en ik voer mijn wachtwoord in. Wanneer ik mijn wachtwoord heb ingevoerd, kom ik in het menu van WordPress. Druk dan linksboven op Sportfolio en dan zal de website verschijnen. Ik ben nu ingelogd en als ik nu, ik kan dus de voorpagina waar ik nu in sta, kan ik ook wijzigen door wijzig voorpagina. Dus weer boven in het menubalkje klik ik daarop. Dan kom ik in het menu van de pagina en kan ik bijvoorbeeld hier de naam van de student kan ik veranderen. Klik ik daarop. Dan kom ik in mijn tekstblok. Selecteer ze deze. Dat is student SBE. Opslaan. Rechts ziet u bijwerken. En als de cirkeltje stopt met draaien, is hij opgeslagen. Dan ga ik bij pagina kijken, dus weer bovenin. En dan zie je dat er nu student SBE staat. En dan kun je natuurlijk je eigen naam neerzetten.